hier is Kingo. Hallo. Met... Hallo. Niks bijzonders. Hier hebben we goudvis Tim. Hier hebben we opslagruimte... Flawless, opnieuw, onze guest. Noem maar gewoon AK. Aderskunde, oké. Okay. En ikzelf, Cakemans. Kingo 13. Hallo, Louis, is Cakemans. Cakemans 13. Ja, in ieder geval, we gaan nu niet 1, niet 2, maar zelfs 3 plugins gaan we reviewen in één keer. In één video, ja. Het zijn wel kleine plugins, maar wel leuk. We wouden eigenlijk 4 doen, maar eentje hebben we eruit geflikkerd en die doen we later nog wel eens, omdat die iets groter is. Kijk eens. Oké, en dit is de eerste plugin. Disco Vloer. Oké, van wie is die eigenlijk? Weet ik niet, want ik heb hem afgesloten. Oké, ik ga even de Disco Vloer team hebben. Oké, succes mee. Ik maak eventjes die Disco Vloer af en dan ga ik kijken van wie die is. Geen plaktoet? Geen plaktoet. Hij ziet er nice uit, ik zal even kijken van wie die is. Wow man, Tim. Wow man, ik voel me zo high. Ah. Deze is het, hij is van, even kijken, hij is van Rigor 789. Mag ik die en... even over? Ja, goed idee. Wat? Nou, van wie is het nou? Van Rigor 789 en Tips, okay. 48. Tips 48. Ja, dat kunnen we beter doen. Degene die eigenaar kunnen we dan daar schrijven, zodat we niet weer van die gênante fouten maken in uitspreken. En hij is voor 1060 deze, maar hij werkt gewoon. Yay. Woehoe. Bucket ook weer. Ook weer bucket. Altijd bucket. Bucket is goed. En moeten we hier geen seizure warning voor geven in het begin van de video? Nee, nou, ik vind voor de plugin zelf, ik vind het best wel een nice plugin. Mm-hmm. Het ziet er wel vet uit zo, als je kijkt naar het hele ding. Maar ik denk als je een veld van 20 bij 20 vollegt, dat die dan best wel laggy wordt. Ja, oké. Okay. Dit is 7x7, dus dat kan nog makkelijk. Oké, okay, en nu wel eventjes kijken wat het is. Dan gaan we even naar de kist. Let eventjes niet op die X nog. En op degene wat ik in mijn inventory had nog. Wat heb ik er nog zitten? Nog wat hout en dingen, dat komt nog allemaal bij later. Maar, nou... Tim, leg het maar weer uit, want jij hebt al mee gekloot en ik weet nou, niet hoe het... Nou, en dan gaan we nu naar beneden. Naar beneden? Ja. Nee, die doen we pas later, hè? Oh, die doen we hierna pas. Eerst de disco, hoe je die moet doen. Oh, je moet voor de disco... Oh, wacht, ik sta nog steeds op create, wacht van. Oh, moet je niet meer naar... Moet je van create het af? Disco... Finish. Disco finished. Dan tik je eerst in. Hij gaat nog door. Tik je in. / disco. Disco. Ja. Alleen ik ben klaar met bouwen met die disco. / disco wat? Disco. En dan create. Spatie create. Spatie create. En dan staat er. En place wall to the ground. Nou ja, ik zie het. En dan plaats je wall en dan gaat het vanzelf. Ah. Zoveel wall als je wil kan je plaatsen. Yay. Dan druk je op finish en dan... blijft wel gewoon wol. Stoer. En dus nu tik je in... lol. Nu tik je in... nou, stop ermee! Je verkracht de hele... Ja, nu mag ik het zelf opruimen. Ja, ik ruim het zelf op. Yay, party. Ja, laat me zitten, doe later. Wacht, en nu tik je op finish. En nu druk je op finish. / finish. Disco / finish. Wacht. Oh. Disco finish. Is het nu gestopt? Ja. Disco finish staat er bij mij. Ja. En dan kan je alles weer weghakken. Yay! Zo tik je dat. Dankjewel, Anu. Yep. Zo. Dan gaan we nu naar beneden voor de volgende. Wacht. Eerst even alles opruimen. Oké, deze disco die mag nog wel even door blijven gaan, deze hier. Oké, dan gaan we naar beneden voor de volgende mod. Ja, hij heet Chop Tree Mod. En dan gaan we eerst pakken we even de Diamond Axe.
Gaan we eventjes daar de... Ja, en de Diamond Axe neem jij daarvoor mee. Het kan is eigenlijk... het is, hoe heet het? Chop Trees, maar beter bekend als... Timber mod. En dit is geen simpel. Mod, we hebben geen enkele mod geïnstalleerd allemaal, nee, het is gewoon... Ja, dit is een server, er zijn geen mods. Het is gewoon een plugin. Ja, gewoon de weghakken en dan... Hetzelfde principe als Tinder mod. Hetzelfde principe als Tinder mod. Ja, ieder blokje van een boom die wordt weggehaald... Door... Leggy. Als je dus het onderste blokje weghakt, dan verdwijnt gewoon de hele boom. Ja, gewoon simpel, handig. Zonder dat je met die hele grote bomen helemaal in moet klimmen en al die zooi. Ja, en nu staat er geen boom meer overeind. Ja, nog eentje. Zo. Nu zijn alle bomen weg binnen een hele korte tijd. Normaal ben je er heel lang mee bezig. Ja, dus. Handige mod. Bestel nu op Giro 555. het leek net op zo'n... Hij is, even kijken van wie die is. Van wie is deze prachtige mod? Deze prachtige mod is van... Er blijven nog uren, blijven nog dingen uit de lucht vallen. Stukken hout. Hij is van... Ask me about... Wow, die ziet heel vet uit zo. Nee, het is aan het decayen. Jump! Oh, nee. Nee, zonder spaties. Hier. Ik ben een beetje parcours aan het doen. Hey. Ask me about... En dan... Loom. Nee. Stukken uit de muur. Ask me about Loom. Hij is van Loom. Ask me allow Loom. Ask me about Loom. Hij is, het is een 1000 weer. Het is een 1000. Hij werkt op 1000. Oké. 1185. Welke hebben wij eigenlijk, deze server? Ik vind het een... Nou, ik vind het een hele nice plugin eigenlijk. Ja, maar welke server is het nou? Ja, het handig, is zeker wel nice. Paar handig. Uh-huh. Die vorige was leuk, deze is handig en nu hebben we nog eentje die is gewoon roffel. En nou ja... Ja, die zit al in mijn hoofd. Ja. Oh. Dat is dus... Blockhead, was het? Ja. Blockhead. Wacht even, ik plant even op de plekken waar het van het rare dirt plant ik eventjes de bomen. Doe even boommeel er even op, zodat we weer meteen dingen hebben. Hé, wat de... Nee, wacht, ik doe het op een andere manier. Boeiend. Zo'n filmpje, doe het later. Ja. Nee, daar heb ik zin in. Wat ben je aan het doen? Wat hier dan? Wat doe je? Wow, what the hell? Wat deed je? Andere plugin. Is dat ook een plugin? Nou, bedankt dat je het daar ook over hebt verteld. Dit is Wow. Het is geen plugin, dit is gewoon Nou ja, help, hey. Dank je. Nu zit ik vast. Het is World Edit. Ah, oké. Okay. Ja, World Edit die gaan we ook nog een keer reviewen. Alleen dat wordt een hele lange... Ja, waarschijnlijk... Nou, ik probeer hier weg te komen. Dat is het belangrijkste. Nou, ik probeer hier weg te komen. Daar hebben wij nou alles mee gedaan. Daar hebben we deze hele map mee gemaakt. Oh, ja. Maar voor de volgende plugin gaan we weer naar boven. Ja, gaan we naar boven. We laten dit weer achter. Het is weer... Oh nee, wacht. Het is... Het zit weer helemaal vol hier. Het is weer nacht, maar het lijkt of het dag is door onze fake zon. En onze disco vuur die gaat nog steeds lekker disco. Oh ja? Ja, het is nacht. En de disco. Nee, niet bij jou. Zo. Ja, hallo mensen. Ja, we zijn terug. De laatste deel van de laatste plugin was, stond niet op de band. Friggy had opgegeten. Ja, foutjes. Ja, klein foutjes. Maar we laten het nu nog alsnog zien. Het laatste deel ging over Blockhead. Ja. Dat is een plugin van... Zeg even... Zeg even nu de naam. Dan testen we even uit. Even snel dan. Iets sneller Hybris. Hybris. Nee, je doet zo. HB. Hybris. Oh, wacht. Nee. BH. BH zijn leuker, maar... Hybris. HB. Ik heb dat. Hybris. Ja. Oké. Okay. Even een... Tim die moet zo weg waarschijnlijk. Ik moet zo eten. Oké, Dus snel afmaken. Nou het is gewoon HB van... Eens zet hem op je hoofd door HB... HB en zelf en dan een nummer. Van, naar jezelf, en dan een nummer van de ID-list van de blocks. Ja, en dus dan... Ik weet dus gauw niet meer welke, anders gaat hij weer weg. Maar ik doe bijvoorbeeld 7. We zetten gewoon de link in de descriptie. En, ik heb de Patrick op mijn kop. En zo kan je dat doen met elk item. Dus... We zetten de link in de descriptie en... Fuck jou! Tot ziens! Ja, doei!
Armin. Nou, die van mij is makkelijker te hebben.